Goedendag en welkom bij Bureau Boeiend. U hoeft zich niet te schamen als u niet eerder van Sophonisba Anguissola had gehoord. Hoewel ze in haar tijd een goede carrière had, uh, is haar postuum hetzelfde overkomen als tal van de vrouwen in de kunstgeschiedenis. Vanaf de 19e eeuw werd ze er namelijk niet meer in opgenomen. Tja, probeer dan nog eens in het collectief bewustzijn te komen. Zullen we dan? Van tal van wereldberoemde kunstenaars weten we niet hoe ze eruit hebben gezien. Maar van de minder beroemde Anguissola weten we dat dus exact. Haar specialisme was namelijk portretkunst. En daartoe behoorden ook zelfportretten. Die signeerde ze en annoteerde ze. Ze werd omstreeks 1532 in Cremona geboren en net als haar zussen kreeg ze schilderles. Dat gebeurde wel vaker, maar in Anguissola's geval was het de bedoeling dat zij met haar kunst de familie vooruit zou helpen. Een interessant detail is dat ze mannelijke modellen in het bijzijn van een chaperon schilderde, om bij voorbaat elke zweem van verdenking weg te nemen dat de zeden in het geding zouden zijn gekomen. Ze maakte ook religieus werk en sloeg haar grote slag toen ze in 1558-59 hofdame in Spanje werd. Ze portretteerde de koninklijke familie en gaf koningin Elisabeth en prinses een schilderles. Maar paradoxaal genoeg werkte ze toen vooral in het keurslijf van conventies. Haar eerdere portretten waren inventiever. Na de dood van koningin Elisabeth keerde ze in 1573 terug naar Italië. Trouwde er twee keer, leidde een vrij onafhankelijk leven en was succesvol in haar vak. Ze was bovendien bekend. Ze niet beroemd. In 1624, een jaar voor haar dood, werd ze bijvoorbeeld nog door de Antwerpse schilder Antoon van Dijk geportretteerd. Even een paar woorden over het genre portretten. Wie zich in de 16e eeuw liet portretteren, was ervan bewust dat het portret haar zou overleven. Het schilderij versterkte dus het imago in de tijd waarin het gemaakt werd, maar vormt tot op heden ons beeld van het model. Dat kwam bijvoorbeeld door het gebruik van verwijzingen naar iemands leven en identiteit. Een goed portret is meer dan de weergave van de gelaatstrekker. Er moet karakter en emotie uit af te lezen zijn. Op deze tekening is een jongetje aan het huilen. Het is een soort proeven van bekwaamheid dat Anguissola's vader aan Michelangelo stuurde om het door hem te laten beoordelen. Michelangelo had lof voor de weergave van de huilende jongen, want die emotie, zei hij, was erg moeilijk. Het model is overigens Anguissola's kleine broertje, dat u op dit familieportret nogmaals ziet, samen met vader en zus Minerva. Zowel uit de biografie als uit de schilderijen van Anguissola komt het beeld van een zelfverzekerde vrouw naar voren. Zo trouwde ze kort na de dood van haar eerste echtgenoot zonder toestemming te vragen wat ze conform de gebruiken van die tijd had moeten doen. In haar kunst beelde ze zichzelf niet alleen meerdere keren af, maar deed dat ook nog eens tijdens het schilderen. Daarin was ze misschien niet de eerste, maar gebruikelijk was het in haar tijd even min. Sophinisba Anguissola verdient meer aandacht dan haar in de vorige eeuw ten deel viel. Wij hopen daar op bescheiden wijze aan bij te dragen. Dank u wel voor het kijken. Tot ziens!